Ik heb vandaag een shoot. Lekker bezig! Ik vind dit echt heel groot. Waarschijnlijk wordt deze uit mijn kast gestolen. Ik heb dus met Indy afgesproken. Ik heb namelijk een event van Easy Paris. We hebben allebei een sportsjuice. We zijn bij voor. Bart is ook in de house. Ik ben ook klaargemaakt voor ADE. Mijn haar is nu zo huge, maar het blijft niet zo zitten. Hoe leuk is deze trui? Dork is vandaag teruggekomen uit New York. She's back. City girl. Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van mij. Het is vandaag maandag, een nieuwe week. En ik heb vandaag een shoot. Het is best wel ver, het is in het zuiden van Nederland. Dus ik moet 1,5 uur rijden. Maar het is wel voor een heel leuk merkje. Het is een lingerie merkje dat Noja heet. Ik moet er om 11 uur zijn. Het is nu 9:45 of zo. Ja, ik ga er nu vandoor. En ook niet dat ik in de file moet rijden, maar dat komt wel goed. Super chill dat daar mijn make-up en mijn haar wordt gedaan. Dan hoefde ik dat ook nog niet te doen naast het 1,5 uur rijden. Deze week is ADE, super veel zin in. Dus best wel een druk weekje, ook veel events. Ik hoop dat ik genoeg kan filmen daar, of dat ik er überhaupt mag filmen. Maar dat gaan jullie vanzelf zien. Lekker bezig! Oh wacht, hij stelt niet scherp. Ja, daar is die. Hey guys, het is vandaag dinsdag. Ik heb dus nog niet eens de beelden gekeken van de shoot van gisteren. Maar ik hoop dat ik een beetje genoeg voor jullie heb kunnen laten zien. Ik vond het dus echt heel erg leuk. Ik moest dus wel mijn ondergoed buiten shooten. Ik weet niet, als je aan het shooten bent, valt het wel mee hoe buiten het is. Iedereen reageerde ook op mijn Instagram van, heb je niet koud? Maar als je aan het werk bent, dan moet je gewoon even doorbijten. Het waren dus twee meiden die samen een lingeriemerkje zijn begonnen. En best wel aan de stoere kant. Ik vond het gewoon echt heel erg leuk om te horen hoe hun daarmee zijn begonnen. En je ziet ook gewoon echt dat ze een goed team zijn. Ik vond het ook super leuk om met hun team te werken. Ik voelde me ook echt op mijn gemak. Het matchte gewoon allemaal heel erg goed. Dus ik heb weer een hele chille shootdag gehad. Ik zou eigenlijk gisteren ook naar Londen moeten, maar het was echt het een of het ander. En de shoot stond al heel lang gepland, dus ik ben daarom natuurlijk gewoon gaan shooten. Maar ik wil jullie even twee producten laten zien. Ik heb deze dus ontvangen van Hairlust. Ik ben de laatste tijd heel veel van hun producten aan het uittesten. En ik vind hun merkje echt heel erg chill. Ik heb ook shampoo dat ik van hun gebruik. En nu hebben ze mij een dry shampoo en hair powder opgestuurd. En dat vond ik dus echt top, omdat mijn haar best wel snel vettig wordt en is futloos. Dus ik gebruik sowieso altijd een droog shampoo. Dit is dus een droog shampoo, hair refreshing powder voor all hair types. Ik ga het weer zeggen, maar how cute is the packaging. Ik heb het nu ook in mijn haar. Ja, als je er gewoon eventjes zo doorheen gaat, zit het weer helemaal in model. Daarbij hebben ze dus ook een hair powder gestuurd. En deze vind ik ook fijn. Ik gebruik deze wel wat minder vaak. Omdat dit dus echt zo'n poeder is die je zo in je haar moet doen. En dan een beetje zo in model brengen. Ik zal even de linkjes in de beschrijving zetten. Want ze hebben echt hele chille haarproducten. En mij kan je altijd blij maken met haarproducten. Dus dat wilde ik eventjes laten zien. Ik had dus een bestelling gedaan bij H&M. Ik heb die bestelling al 3 keer geplaatst en ze hebben het ook 3 keer geannuleerd en teruggestuurd. Dus ik heb het nu eindelijk ontvangen. En Feline was al zo nieuwsgierig, dus die had het al voor een gedeelte opengemaakt. Het zit in deze doos. Ik heb namelijk al deze kaars. Deze heb ik ooit in de Westfield Mall gekocht. Ik vind deze echt mooi en hij ruikt ook heel lekker. Ik vraag me niet hoe je dit uitspreekt. Het is in ieder geval deze. Echt een jaar geleden gekocht volgens mij. En kijk hoeveel er nog in zit. Gebruik ik namelijk ook alleen een kaars in de winter eigenlijk. Maar ik vind het helemaal leuk dat we weer kaarsjes kunnen aansteken. En gewoon lekker een cozy vibe in mijn kamer kan hebben. Dus ik heb deze ook in het klein besteld. En geurstokjes, want dan matcht het allemaal wat meer. Deze. Nou, hoe cute is dit? Ik vind het gewoon echt een heel schattig kaarsje. En ik hou ook best wel van een zware geur. Dit is gewoon echt zo'n wintergeur. Dan heb ik ook nog geurstokjes. Deze. Het licht werkt vandaag echt niet mee. De geurstokjes. Dit is dus het flesje. Ik vind het echt heel erg leuk. Mijn kamer is best wel wit. Dus ik vond het leuk om wat zwarte accessoires en dingetjes te hebben. Deze erop gedraaid. En dan zo. Oh, lekker. Oké, ik ga jullie zo meteen het hoekje laten zien waar ik het neer ga zetten, want ik weet het nog niet. Dan zag ik een hele coole body. Nou ja, super basic, maar ik heb deze dus gevonden bij de H&M. Het is dus eigenlijk iets wat je onder je kleding moet dragen, maar ik dacht, misschien is het wel cool als body. Ik moet hem nog passen. Ze hadden alleen SML.
En ja, ik heb best wel een grote cup. Dus ik heb M gekozen. Maar ik vind dit echt heel groot. Dus ik weet nog niet of ik het pas. Ik heb een joggingbroek nodig. En ik steel heel vaak die linder kleding. Dit is ook van Vlien. Ze zei al, deze ga ik van jou stelen. Dus waarschijnlijk wordt deze uit mijn kast gestolen. Maar het is dus een hele chille grijze joggingbroek met een kleine flare. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze ook lang genoeg is. Ik zei ook al tegen Lien van, als er niet lang genoeg is, mag je hem hebben. Maar het is wel een M. Ik kan niet tegen joggingbroeken die niet lang genoeg zijn. Dus ik ben nog wel even benieuwd hoe die zit. Ik ga zo meteen even alles passen. Vandaag heb ik sowieso niet heel veel op de planning. Ik heb wel echt vanaf morgen hele leuke events. En ook ga ik lekker naar feestjes met ADE. Dus ik kan niet wachten. Het is inmiddels wat later. Mijn moeder heeft mijn IKEA-lades in elkaar gezet. In ieder geval, ik vind deze broek van H&M echt geen vibe. Ik heb hem in een M. En I like baggy, maar dit kruis zit veel te laag. Letterlijk, het hoort hier. Het zit hier. Eventjes, wat is dit? Ja, voor de rest, ik vind hem wel heel chill. Maar het is echt gewoon... Ik ga het even goed laten zien. Het is te groot. Maar ja, ik ga even aan Valien vragen of zij misschien wilt. Want, of wat ze er überhaupt van vindt. Hey guys, het is vandaag woensdag. Ik heb me even snel klaargemaakt. Want ik heb dus met Indy afgesproken in Amsterdam-Zuid. Ik heb namelijk een event van Easy Paris en een nieuw skincare merkje. Ik weet even niet meer hoe het heet. Volgens mij Medic 8. Ik ben uitgenodigd voor het Easy Paris event die samen met Medic 8 dus de skincare lanceert volgens mij. Het is op het Gelderlandplein. Dus we hebben even afgesproken op de Zuidas. Dus daar misschien even een koffietje gaan doen. En dan naar Gelderlandplein. Want dat is in de buurt. Ik heb me echt gehaast. Het is bijna 11:30. En ik moet om 12:00 zijn. Dus ik ga even mijn outfit laten zien. En dan ga ik in de auto. Ik heb deze jas aan. Deze is van Velien. Van H&M. Dan heb ik gewoon een blouseje aan van de Zara. Ik heb ook dit tasje van Lien van de Zara. Broek is ook van Lien van de Zara. Want Estelle heeft er deze broek van mij gestolen. Mijn sneakers. Deze heb ik gewoon een sneakerfilter. Ik draag ze niet super vaak, maar het matcht wel. Dus ja, that's the fit. En jewelry is always from nature. Dus ik ga er nu vandoor. Ik heb vanavond ook een event van voor. En daar ga ik weer met Mark naartoe. Dus een beetje druk, maar het is ADE. En ik heb het idee dat iedereen het een beetje in deze week aan het plannen is. Maar ik vind het hartstikke leuk. Dus ik zie jullie zo. Je hebt een nieuw hoesje. Ja, ik heb een hoesje. We hebben allebei een sportsjuice. En we wachten nog even op ons broodje. Oké, we hebben net een, hoe noem je dat? Zo'n skin... Een huidanalyse. Huidanalyse gekregen en we hebben wat goodies mee. We hebben nu weer terug naar de auto. Het is echt snel gegaan inderdaad. Ik heb hoe mini ik ben. Zie je nee, maar ik ben lang. Ik ga stuk. Hey guys, ik ben thuis. I know, ik word ook niet blij van dit licht, maar ik moet het er maar mee doen. Ik heb dus alweer het volgende event. Ik heb altijd dat deze wenkbrauw anders staat en ik weet gewoon niet meer wat ik er aan moet doen. In ieder geval, ik ga zo Bart ophalen. Of Bart gaat mij ophalen, dat weet ik nog niet. En dan gaan we naar Voor toe. Voor heeft een nieuwe release of iets dom uit me uitgenodigd. We gaan daar naartoe. En Bart is een big Voor fan. I know that. Dus ik dacht wel leuk om Bart mee te nemen. En Noortje is trouwens in New York, dus die kan niet mee. Anders waren we met z'n drieën gegaan, denk ik. Ik heb een hele leuke goodie bag gekregen van Medic 8. Dat was het event waar ik dus net was. Het is dus een vegan skincare. Alles is niet op dieren getest. En het is ook, als er melkproducten in zitten of zo, dan is het niet echte melk. Dus ik heb een eye cream gekregen. Een cleanser. En een eye cleanser. Dit is dus een oog make-up verwijderaar. Het voedt ook nog eens je wimpers. Dus dat is echt chill. En een ooglapje. Dus dat heb ik gekregen. Ik heb nog niet mijn outfit aan, want het is super koud. Mijn outfit is niet mega warm. Volgens mij is het Bart ready. Dit is mijn outfit. Ik heb een spijkerjasje aan van de Zara. Er hoort een matchende broek bij, maar die pas ik dus niet. Een basic topje van Shein. Dieseltas en deze cargo broek van 1-2. Die heb ik ook van Verlien, maar die wil ze niet meer. Ik vind het wel cool. Oké, we zijn bij Voor. Dankzij Donna. I appreciate it. Lekker rood. Oké, Bart is ook in de house. Goeie muziek hier. Even in café beloofd. We hebben wat sushi. Ik ga niet schreeuwen weer. Zalm. Sushi. Lekker. Oké, hi guys. Het is vandaag donderdag.
En ik ben ook klaargemaakt voor ADE. Ik ga nu naar Pure toe en daarna naar Wavy misschien. Mijn haar is nu zo huge, maar het blijft niet zo zitten. Ik zie nu dat ik niet eens sieraden om heb, dus ik moet even sieraden omdoen. Glitter eruit. Dit is mijn outfit. Topje en body is van Heron Preston. Broek is van Verlien gestolen. Weet ik eventjes niet. En mijn dieseltas. So I'm ready to go. Hey guys, het is vandaag zondag. Ik heb echt geen idee wat ik voor vandaag heb gefilmd. Volgens mij dat ik bij Pure was. Ik dacht ook echt dat ik deze ADE helemaal ging feesten, maar ik heb echt een heel chill weekend gehad. Bijna zo chill dat ik gewoon er moe van ben. Want ik heb gewoon geen ene avond wat gedaan. En vandaar dat ik ook niet echt heb gefilmd. Want ik was gisteren alleen mijn tanden gaan bleken. Maar daarna was niks bijzonders. Bart komt mij nu ophalen. Want we gaan even een koffietje halen. En Nork is vandaag teruggekomen uit New York. Die gaan me ook even ophalen. Gaat gezellig mee. Ik was dus afgelopen donderdag bij Four. En toen hebben ze me een hele leuke trui meegegeven. Ik ga die even jullie laten zien. Kijk, hoe leuk is deze trui. Echt. Ik leef hier en ik heb ook al 3 dagen achter elkaar aan. Ik heb nu even een pantalon op en mijn zwarte Uggs. En het is heerlijk. Echt amazing. Maar we gaan nu even naar Starbucks. En we zouden vandaag naar een ADE-feestje gaan. Misschien naar No Art. Noor en ik. Want omdat Noor vandaag terug is gekomen, konden we nog even de laatste dag ADE meepakken. Maar ik heb dus niet heel veel zin. Ik moet even kijken of Noor zin heeft. En anders gewoon lekker chill weekendje. Wat vind je van de parfum? Lekker. Ik heb Bart een Parfumado. No spon. Heb ik echt lang geleden gekregen, maar vind je hem lekker? Ja. Het is super handig. Ik heb trouwens echt super vet haar. Klopt. Maar ik moet even, nou, dus ben even dat aan het uitstellen om te wassen. Oké, guys. She's back. City girl. Ik heb een pumpkin spice latte. Dat gaan we doen alsof je af bent. En ik heb een white mocha. Mocha. Ik heb een kaasbroodje super gezond. Lekker broodje. Koekje. Wat is die nou? Flaguette? Wat is jouw broodje? Flaguette? Ja, flaguette. Flaguette, zei ik. Mijn moeder. Die doet dus die pumpkin spice met sojamel. Sojamel. Best lekker. En dan de slagroom. Ja, ik slagroom neem ik dus nooit. Oh, dat vind ik zo lekker. De waarschijnlijk is het creamy. Laat ik ook een keer doen. Oh my god, ik ben zo wit. Het is vandaag maandag. Ik heb niet heel veel gevlogd deze week, merk ik. Maar het was gewoon echt een omswitje van goed naar slecht weer. Dus ik heb ook echt niet heel veel gedaan. Ik ben er echt gevoelig voor. Jeetje, ik heb echt last ook van de kat. Verlien heeft dus de kat van haar vriend. Nee, de poes van haar vriend is nu bij ons. Ik ben daar allergisch voor. Blijkbaar. Vandaar dat mijn ogen ook een beetje dik zijn. Het is al 3 uur of zo. Alleen, ik kon niet slapen vannacht. Ik ga even mijn skincare doen. Ik gebruik dus nu deze tester van Dior. Het is een serum en het ruikt echt geweldig. Ik heb geen idee hoeveel het kost. Oh my god, het ruikt gewoon echt niet normaal lekker. Ik had wel gisteren valeriaan gebruikt. Ik heb ook deze van Vita Kruid. Multinachtvrouw. Het werkt niet. Ik word er niet rustig van of zo. Dus ik moet eigenlijk weer even iets van een slaappil gaan nemen. En dan vanaf daar het weer oppakken. Ik heb echt net mijn bed veranderd. Hij staat dus nu hier tegen de muur aan. Ik moet eigenlijk even wat content maken. Dus dat ga ik doen. Verlien heeft nu vakantie. Dus misschien willen wij... Nou, misschien, ze moet van mij. Wil ik met haar een video opnemen. Dus als jullie nog suggesties hebben voor een leuke video samen met Verlien, let me know. En nu een dagcreme opdoen met een beetje zonnebrand. Ik doe nooit heel veel, want deze trekt niet echt in mijn huid. Deze is van Naïef, heet het volgens mij. Dan deze zonnebrand van Biodermal. En zo chill, Noortje is weer terug. Dus gaan we weer eventjes ook wel met Noor doen. Ik denk dat we gewoon lekker... weer de stad ingaan van het weekend. Doe gewoon altijd elke dag zonnebrand op, terwijl ik niet altijd naar buiten ga. Dat doe ik sowieso ook te weinig, echt te weinig naar buiten. Ik heb dus een heel leuk pakketje van Le Olive. Echt, ach, ik heb zo'n mooie pyjama van hun gekregen. Dus ik wil die nog even laten zien voordat ik de video ga afsluiten. Het is inmiddels al 4:30, maar ik ben yoghurt aan het maken, ijskoffie. Ik had dus vanochtend geen zin in ijskoffie, ik drink de laatste tijd thee. Dus ik ben nu pas mijn koffie aan het drinken. Nou ja, ga ik nu maken. Daarna moet ik echt even Le Olive aan jullie laten zien. Oké.
De laatste tijd ook geen siroop meer in mijn koffie, want het is echt super slecht. Ik heb even een belated lunch gemaakt. Ik heb een samenwerking met Lounge, dus ik ga nu even de items uitzoeken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Volgens mij waren het wel echt leuke items, dus dat ga ik nu eventjes doen. Oké. Okay. Ik heb trouwens even een trui aangedaan. Het is zo koud. En ik ben fan van Nature. Echt, ik heb geen samenwerking met hun. Maar alle sieraden en al de kleding dat ik tegenwoordig draag is meestal van Nature. En I love it. Van Le Only heb ik echt de meest schattige pyjama ever gekregen. En of course gepersonalized. Ik had dus een kortingscode, maar ze hebben hem nog niet gedeeld. Ik zal hem hier inzetten. Het is echt een superleuk cadeau ook om te geven. Ik heb het wel eens aan mijn moeder gegeven. Die vindt het ook helemaal geweldig. Iedereen heeft hier een eigen badjas. Nou, sowieso altijd super mooi ingepakt. Als allereerst hebben we hier de blouse van het pyjamaatje. Hier zie je mijn initialis. Hebben we dit keer IK gedaan. Normaal gesproken altijd IL. Maar ja, nu van Isabelle de Koning dus. Nou, dit ruikt zo lekker. Dit kan je dus ook in je kast hangen. Het is echt niet normaal. Al mijn kleding ruikt er ook naar. En dit is de broek die erbij hoort. Heerlijk. Nou, ik ga hier ook vanavond gewoon lekker in slapen. Ik ga ook zo meteen mijn bed even verschonen. En gewoon lekker, helemaal fris. Ja, helemaal obsessed. Ik hou tegenwoordig echt van pyjama's. En het is ook super koud. Dus een lekker warm pyjama'tje kan ik wel gebruiken. Ik gebruik mijn kortingscode. En ik ga de video ook afsluiten. Dus mijn huid is slecht in het licht. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in een volgende video.